Ik heb mijn auto bij de schadeherstel gehad en laten spuiten. Alleen ja, ik heb een beetje kleurverschil op de auto. Erstmals gibt es ihn als Fünftürer und auf Wunsch mit Automatik. Dit is nou de Polo, Volkswagen Polo, Harlekijn. En dit hoort echt zo, die kleurcombinatie. Ik vraag me altijd wel af, is eigenlijk wel een serieuze vraag voor degene, voor de kenners wie het weet. Welke kleurcode heeft deze auto in zijn boekje staan? Misschien kunnen jullie wel de Wegenwacht onderzoek te herinneren en dan laat ik zien dat je lak bij moet werken. Welke kleurcode staat hier nou? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Allereerst allemaal de beste wensen voor 1998. Oh nee, 2021 natuurlijk. Hopelijk wordt dat een gezond jaar voor iedereen. Ik wens trouwens iedereen altijd de beste wensen. En ik sta nu bij een hele mooie auto. Hij bijt van zich af. En een trotse eigenaresse. En de vader hoorde ik al. Ja hoor. Ja, bij wie sta ik? Ja, je staat bij Tara Hakkers in Hardenberg. Tara Hakkers met de vader erbij. Erik Hakkers uit Hardenberg. Kijk, en Erik heeft net zo'n, hoe zou ik het zeggen, zo'n gezond buikje. Ook de coronakilo's. De coronakilo's. Als ik. Want Erik houdt ook van barbecue. Kijk, Napoleon Barbecue is een goede concurrent van Weber, waar ik gek van ben. Dat allemaal tezijde, jongens. Want ik kom natuurlijk eigenlijk voor Tara. Ja. En die heeft een probleempje met de auto. Want Tara, je hebt iets in de hand. Ik heb een hoefijzer in mijn hand. Een hoefijzer. Nou, dat stukje, ik neem hem even van je aan op de correcte afstand. Dat ziet er verdacht veel uit als een stuk van een veer. En zo te horen, en kwam het bij het rechter voorwiel weg, de knal, zeg maar. Ik ga daar eens even naar kijken. Ja, ondertussen, je gelooft het niet, maar Erik is fan van barbecue. Maar ik ruik hem al, of niet? Hij staat achter het huis. Ja, hij staat aan hoor. Ja, s'ochtends om 11 uur. Ja, zeker. Waarom niet? Ga je met die banaan. Zo is dat. De veer, het stukje wat afgeknapt is. Nou, wat gebeurt er nou met die veer? Die veer wordt hier in te liggen. Die draait, als die afknapt, dan draait die langzaam zo helemaal door. Komt hier tegen de band en je krijgt de vreemdste geluiden. Nou, ter plekke niet te repareren. Het enige wat ik nou kan doen, ik ga de veer even aan stukjes slijpen met de slijptol. En dan doe ik er even een paar blokjes tussen. Het zit namelijk zo. Zo'n auto is voorzien van een zogenaamde bumpstop. Dat zit bovenaan. En die bumpstop is eigenlijk een rubberstop. Daar doe ik even een paar blokjes bij tussen. En dan kunnen we naar de garage om daar een nieuwe veer te laten monteren. Met gepaste snelheid uiteraard. Ik denk dat ik hier maar een nieuwe schijf op zet. De veer is doorgezaagd en hij ligt hier nou aan onderdelen. Dit is de zogenaamde IKEA-veer. Die moet je namelijk zelf in elkaar zetten. Mocht je veer nou breken en we slijpen hem eraf, vraag mijn collega even om de veer te bewaren. Waarom? Sommige merken gebruiken een codering, net als deze. En de codering kun je vaak op een veer zien door middel van in dit geval een groene verfstip. Meestal is dat een vorm van de hardheid van de veer, de stugheid. Dan kun je bijvoorbeeld kiezen uit een veer met een groene stip, een rode stip, oranje, weet ik veel.
En als je dat niet hebt, dan ja, is het soms lastig te achterhalen welke veer je hebt. Dan wordt het echt op dealerniveau, magazijnniveau uitzoeken op chassisnummer welke juiste veer eronder hoort te zitten. Nou, oude veer heb ik dus eraf gezaagd, onderweg geslepen. En nu moet ik wel een vorm van veering hebben. Nou, de vorm van veering is eigenlijk een bumpstop. Een bumpstop, bumperstop. Nou, je gaat niet met de bumper ergens tegenaan rijden, nee. Elke schokdemper zit een rubberblok op het eind. Die kan, als je helemaal inveert, is dat een beetje de bescherming. Zo'n rubberblok veert eigenlijk best goed. Alleen, je hebt nu een bepaalde afstand. En die afstand moet ik overbruggen. Dat ga ik doen met transportblokken. Wat je vaak ziet bij auto's die nieuw zijn, daar zitten transportblokken om de schokdemper, om de veer heen. Puur zodat je met het transport van de auto, als er van de trein afgereden of van de vrachtauto, dat die dan niet inveert en dat je de onderkant beschadigt, bumper en zo. En die transportblokken, die zal ik er eens even bij gaan pakken. Dit zijn nou die transportblokken. Die kan ik uit elkaar klikken. Moet ik even met één hand doen. Kijk. En dan kun je hem om de schokdemper heen doen. Dat die helemaal opgevuld wordt. En is misschien lastig te zien. Ik probeer het even te laten zien onder de auto. De schokdemper helemaal compleet. Ik heb dit bescherm kunststofbusje even naar beneden getrokken. Die zit hier overheen geklikt. En de ruimte hier tussen dit blokje en ja, waar ik nou mijn vinger tussen steek. Er kan precies één blokje tussen. Is helemaal niet veel. Maar het is voldoende. Kijk eens. Die klik ik er even tussen. In elkaar. En nu is die spelingsvrij. Dat betekent, hij veert nu tijdelijk puur om bij de garage te komen. Binnendoor even op dit blokje. Het rubber stoorblokje. Maar heb je nog elke auto volledig kennis? Of heb je de basiskennis plus extra kennis opgevaardigd door de jaren heen? Ja, eigenlijk, ik zeg altijd, iedere fabrikant moet zich houden aan de wetten van de natuurkunde. Want alles, het is allemaal gelijk. Hè? De brandstof moet achterin en het moet voorin verbranden. En als je een elektrische auto hebt, de stroom moet vaak achterin of middenin. Ja. Moet ook naar die motor toe. Alleen, ja, en eromheen, het is bijna allemaal hetzelfde. En als je nou een Lexus hebt of een Lada, het maakt eigenlijk niks uit. De meeste auto's hebben nog steeds een stuur. Hè? Ja, ja, een rempedaal en een minimaal rempedaal en een gaspedaal. Dat is goed. Het moment suprême. Ik laat hem zakken en dan kunnen we gelijk zien hoe de autohoogte, de wagenhoogte is. Is binnengespand. Dat betekent, ik ben benieuwd in het Duits. Nou, zoals je kunt zien, eigenlijk als je het niet beter zou weten, dan mankeert er niks aan de vering, toch? Nee. Precies. Nou, het blokje zit eronder, Tara. Ja. Weet je nou wat je moet doen? Ja, gewoon voorzichtig rijden, hè. Maximale snelheid is? Ja, 50 km per uur. Kijk, ook voor de toekomst goed onthouden. Dus Tara krijgt binnen een bodem komen nooit meer bekeuringen. Ja, of, zoals hier in de woonwijk, mag je maar 30 natuurlijk. Ja. Precies. Ik ga achter Tara aanrijden en dan gaan we bij de garage even het blokje er weer onderweg halen. Heb ik mijn blokje weer en dan komt alles goed. Mondkapje voor, alles gaat goed. Nou, we zijn natuurlijk onherkenbaar nu met onze mondkapjes voor. Nou, Peter, ik ga iets verder afstaan. Doen we één keer naar beneden zo? Ja, dat kan even. Kijk, Peter. Ja, ik ben Peter. Kijk, Peter heeft een mooi garage hier. Mag ik mijn afstandstukje terug? Ik zal eens even kijken. Ja. Kunt u zitten? Ik zie de verhuddeling. Ja. Houd de lamp even vast. Ja. Kijk, dat is net de missende hand die ik onderweg heb soms. Nou, kijk eens. Perfect. Ik heb hem weer, lieve mensen. Heel blij mee. Peter zet een mooie nieuwe veer onder. En dan kan Tara er mooi rijden. Heel bedankt. Tara, dat was hem. Ja, dat was hem. Auto op de plek. Gelukkig. En ik zou zeggen, ja, misschien tot de volgende keer. Ja, ik weet jullie nou te vinden. Zo is dat. Goed. Bedankt voor het kijken. Ja, ik zou zeggen, like mij en mijn collega's. Geef comments natuurlijk. Tot de volgende keer.